Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Karin Stelman van de Wurf en mijn man die heet Roderick Stelman van de Wurf. Die is nou net even naar huis voor zijn studieopdrachten te doen. Ik bel hem rond 3:30. Het is vandaag namelijk alweer 24 mei 2020. Het is nu net 2:30 geweest, dus ik open hem laat. Maar we zijn weer terug bij jullie. Gezellig. Dus ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Ja, zeer zeker. En ben je nog niet geabonneerd, doe dan even hier gelijk onder een belletje aan. Dan blijf je zeker op de hoogte en laat een reactie achter. Ja. Zeer zeker. Dus reageren, belletje aan, duimpje omhoog en een reactie. Hey. Heel veel kijkplezier. Strepen doen zeer. Waarom moet er geremd worden? Cameraatje. Uitgang. Cameraatje. Uitgang. Cameraatje. Uitgang. Cameraatje. Maar ik vind, kijk, oké, en je moet hier 40, maar 50. We rijden 41. Die lampjes niet zo beter. Deze is ook leuk. En dan gaan we weer terug. Signaal verloren. Oh nee, flitser. GPS signaal verloren. Ja, dat is mooi. Nu wel, ja. En dan gaan we er weer bijna uit. Wat? Ja. We zijn, zoals jullie nu zien, bij de IKEA. Ja, en het is een... We lopen dus nu in een parkeergarage. Oké, nou, dan loop je dus bij de IKEA. Waar normaal hier allemaal auto's staan. Anderhalve meter aan de verkeerde kant op. Anderhalve meter aan de verkeerde kant op, ja. En dan moet je dus helemaal aan de achter gaan aansluiten. Ik denk, nou, dat is nog, en nog niet zo veel, weet je, daar. Maar ik vind het nogal veel. Ik zou zeggen, ga er gewoon hier overheen. Ben je sneller? Hè? Een stukje sneller. Ja, echt hè? Ja, die gaat er in één keer tussendoor. Is handig, toch? Ingang wachtrij. Hier gewoon lekker tussen. Drie kwartier wacht hier vanaf hier. Is handig. Dit was vroeger ook zo. Heel vroeger. Nou, oké. Staan we in de rij. Best. Zand in een half uurtje. Tjoe. En vanaf daar is het 25 minuten wachten. Ongeveer. Dus we hebben al wel ruim een kwartier ingehaald, hè? Zo. 20 minuten. Hoeveel? Oké, dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi.
Ja, en niemand houdt eigenlijk die anderhalve meter aan hier, joh, echt. Kijk, daar staan ze ook veel te dicht op elkaar, bijna. Zo wat. Zo, wil je nog een bed hebben, schat? Niet zo, hè, nee. Niet? Een cura. Ja, keerbaar bed. Een keerbaar bed. Keerbaar. Keerbaar bed. Cura. Ja, bup. Dag, mazzel, deukies. Wij zitten weer in de auto naar een wereldreis in de IKEA te hebben. Ja, echt een wereldreis. Hé, hey, meneer agent. Hoi. En het is hier op Lotje hoort. Wat is er ook weer de erken die andere kant op, hè? Ik wou net zeggen, want ik heb het warm. En het is ook warm. Maar oké, dat mag de pret ook niet drukken. Hè? En deze vrachtwagen achter ons, ja, hier. Die haalde zwart Roderick gewoon in, terwijl Roderick dus al 90 reed. Ja. En wij gaan weer binnenkort hierna samen toe. Nou, die zien we zometeen. Sla rechtsaf naar de Brasserskade. Over 500 meter sla rechtsaf naar de Rijswijkse landingslaan. Over ja, nou, wij gaan naar meneer Autosloperij. Ja, en niet voor ons. Ja, rechtdoor. Ja, precies. Ja, precies. Rechtdoor. Joehoe, knipperlichtje aangeven. Doen hun dat ook? Ja, dat doen hun ook. En dan is het zo meteen rechtdoor en dan eronder door en dan daar verder. Ja, precies. Dus nee, want we hebben een klein mankootje aan de auto, maar dat kan gebeuren. Dus daarom moeten we ook even naar onze grote vriendje. Allebei niks. Ons goedeltje om. Roderick. Oh. Ja, sowieso. 4TRJ75. Dat is handig, toch? Zeker. Ja, precies. En we hebben hier de rondomme aan die kant op. Ik ben benieuwd waar hij naartoe gaat. Of hij ons volgt of niet. Ja, ik denk het niet. Nee, dag jongens. Doei. Mag je een politieauto vloggen? Ja, we zijn in de kelder. Kijk eens even. Dus hier. Allemaal gratis brood. Ja, goed toevallig. Goed toevallig. Nou, wat wil meer hebben? Is dit hier? Een hele tas vol met spul. Yep, en we hadden dus een hele tas, zo'n Big Shopper tas, hadden we heel veel met brood. Dit was dus, dit was een halve brood, dit was een halve brood, dit is een half brood, dit is een half brood, net zoals dit. Nou, en dit gaan we dus ook weer samen voegen. Hoe doen we dat? Ja, dat doen we gewoon goed, punt. Efficiënt zak met zakjes omgaan. Ja, precies. Nou, dat doen we dus zo. Gaan we er even uit. En deze brood vind ik lekker, want dit is brood van de Jumbo. Maar die heb ik dus nu gewoon gratis. Dat is wel handig, want Jumbo het had afgekeurd. Dat zijn de overdaten van vandaag. Mag niet meer. Hadden we morgen, gisteren. Iets. Zo, want anders gaat het weer vallen. Alleen ik ben magnetisch. Dat is jammer. Is dat jammer? Ja. En we hebben ook een hoop in de vriezer. Ja. Lekker satéetjes. Zeker. Ja, even lekker op je vingers kijken. Ja, en waarom draai ik het om? Omdat ik dat leuk vind. Zet u. Kijk. Dan past er meer brood in je vriezer. Zet u. En als nou een winkelfiliaal dit ziet, of wat dan ook, en die zou zeggen: dat moet je niet doen op die manier. Nee, nou en? Dan haal je de lucht eruit. En bij het invriezen maakt het ook niet meer uit. Toch?
Nope. Dat, en dat zou Miron zeggen. Nope. Nope. Miron? Ja, Miron. Het vriendinnetje van Enzo. Oh, Mara. Zegt hij ja, altijd. Miron. Miron heet ze eigenlijk. Maar, ja. Maar heel veel mensen en die zeggen Myron. Myron. Ja, Miron heet ze eigenlijk. Officieel. Okay. Myron. Miron. Myron. En dat zegt Enzo altijd. Myron. Ja, maar de rest. Ja, want alles in het Engels is tegenwoordig. En my is gewoon M-Y. Ja. Dus als je dan ook zo heet, dan is het opeens mijn Ron. Ja. Het is een dame, dus het is geen Ron. Alleen Milan, die zegt haar naam altijd goed. En Irma ook. En dat is dus hun Irma. Dat is dus Enzo en Milan hun moeder. Oké. Maar het is eigenlijk Mylan, of niet? Huh? Dan is het eigenlijk ook Mylan. Nee, Enzo, ja, die... Enzo. Enzo. Ja, Enzo. Milan en zo. Ja, precies. Milan Knol. Maar je zou allemaal Knol van even je achternaam heet. Ja, maar het komt van de paarden, toch? Ja. Paardenhandelaar misschien wel ooit geweest in de familie. Nee, dat is wel grappig. Ja, toen je achternaam moest verzinnen, dacht iedereen dat het om een geintje ging. Dus er gingen de meest vreemde namen kwam je tegen, als Pissebed en weet ik wat. De meeste mannen heetten toen Jan, dus Jans zoon heette dan Janszoon. En dat is dus verbasterd tot Jansen, met 1S, 2S, SZ, etc. Ja, en net zoals Van der Werf, ja, scheepswerf. Dat zal iets met de scheepswerven te maken, ja, meneer Van der Werf. Iemand die vaak op de scheep van de scheepswerf komt, is het Van der Werf. Ja, en dat is het leukste. Ik vond vroeger ook altijd dit brood lekker. Ja. Na mijn maagverkleining kan mijn maag dit dus niet meer verdragen, omdat hier weer een hoop melk of zo in zit. En hier wat minder. En het is gewoon heel lekker donkerbruin. Klinkt goed. Nee, houdt niet van pitjes. Nee. Nee, zei hij. Zijkwijf, zegt ze nog tegen mij. Met een mannetje. Ja. Zijkman is het dan. Ja. Zijkvent. Ook goed. Meneer Zijkvent dan, hè? Ja. Wat heb je hier? Nou, wat hebben we hier? We hebben varkenssaté. En kipsaté. En we hebben nog... Dit was 5 voor een euro. Dat is wel heel duur natuurlijk. Dat is 1. Dit is 2. Nummer 3. Dan even wat. Van waar komt dit eigenlijk? Gaat dat niet op? Dat is van de hoog, denk ik. Ja, hoog. Ja, denk ik, ja. 21,5. Dat is van gisteren. Eergisteren. Ja, maar als het gewoon in is en gevroren. Ja, lekker belangrijk. Jij vriest het ook in, dus. Ja. En dat maakt dan weer niet uit, hè, voor mijn maag. Nee, dat scheelt je. Net zoals ijsjes en vries je ook in. Ja. Hadden wij nog boter, ja? Boter hadden we nog, hè? Ik heb nog meer brood. Kijk, want dit brood is ook nog voor jou, hè? Is het ook nog voor mij? Ja. Oké, dat zei je niet. Hier heb je ook nog een brood. Oké, nou, dan heb ik een reservebrood, scheeltje. Nou, de jongens hebben lekkers. En hebben de dames wat lekkers? Dat is lekker, hè, meisje. Is van jou? Ja. Is voor jou, het is makkelijk. En dan heeft Lady even lekkers. Lady. Komt wel. Dan krijg
krijgen de dames ook nog wat lekkers. Kijk. Yummy. En let niet op de troep. Nee. Ieder huishouden heeft wel eens wat troepjes. Toch, schat? Dat hoop ik. Is oké. Kom maar. Dit is voor jou. Dit is voor jou. Het is oké. Pak maar. Pak dan. Het is oké. Het is voor jou. Hier. Het is voor jou. Hier. Hier, is van jou. Dit. Het is goed. Is van jou. Waarom moet je niet? Hier. Ja, maar dat is lekker. En dat krijgen ze pas straks hoor, en niet nu. Nee. Nee, is lekker. Nee, hier. Hier, is lekker. Deze. Hai. Nee, lof. Hier. Niet? Nog niet. Nou ja, hey, lieve YouTube-familie. Mocht je deze vlog dan leuk vinden? Hé! Hey! Wat let je dan? Hier zit een belletje. Als je nou eerst daarnaast, naast het, op het rode button klikt, abonneren, en dan daarna het belletje aandoet, blijf jij op de hoogte van alles wat wij, ik inplan op YouTube. En YouTube doet het wel weer online voor mij. Hé, hey, scheelt weer. Ja toch? En dan heb je nog een duimpje. Doe die dan ook even aan. Of het nou omlaag is of omhoog. Dat maakt niet uit. Dan heb je toch een duimpje blauw gemaakt. Hé. Hey. Ja. En laat dan even een leuke reactie achter hieronder. Ja. Dan reageren we als wij daar tijd voor hebben. Kan even duren. Maar we reageren wel. Ja. En elke huisje heeft zijn kruisje. Dus ook Russisch komen er ook wel eens in voor. Ja. Hè. Ja, nou, dat moet kunnen. Ja, toch? Maar hey, ik zou zeggen, lieve familie, Stammen van de Werf. Ik zou gewoon zeggen, abonneren, belletje aan, duimpje en reageren. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn liefdelige moeder, Corina Luisterburg de Jong. Dus Corina en de Beestenboel, als je het zo fijn wil zeggen. Doe dat dan ook eventjes. Ja, hey, dankjewel en tot morgen maar weer. Doei!